Welkom bij Sranantori, het programma dat je in een oogwenk op de hoogte brengt van de belangrijkste feiten en laatste informatie gepresenteerd in een tijdloos strakke stijl. Blijf bij ons voor een snelle, maar grondige update van de actualiteit. Volg ons via kanaal 12.3 en de Facebookpage van ATV. Voor de laatste korte updates, check de TikTokpagina van ATV. Snel, scherp, altijd bij de tijd, Sranantori. Welkom bij Sranantori. Vandaag voeren wij een gesprek met de voorzitter van de Unie van Assertieve Vakbonden, de heer Jerome McIntosh. Welkom daarbij, meneer McIntosh. Om te beginnen, op vrijdag 3 mei 2024 heeft de proclamatie van de Unie van Assertieve Vakbonden plaatsgevonden. Wat is het doel van deze vakbond? Het doel van deze vakcentrale is met jonge leiders een zelfzekere waardevolle manier zijn om een nieuwe bijdrage te leveren aan de vakbeweging in Suriname. We hebben innovatieve ideeën, andere ideeën om zaken op te lossen in deze hedendaagse arbeidsmarkt. U bent bekend met de case van de heer Marciano Hellings, EBS-vakbondsvoorzitter als ook de penningmeester bij de UFAF. En hij is op 13 mei op staande voet ontslagen door de directeur van EBS, de heer Leo Brunswijk. Als reden werd toen aangegeven dat de heer Hellings bedrijfsgeheimen had uitgelekt. Wat vindt de UFAF in deze kwestie? Wat we vinden? We zijn tot de conclusie gekomen dat het in ieder geval geen bedrijfsgeheimen zijn. En op de eerste plaats dat meneer Hellings geen foto's heeft gemaakt van bedrijfsgeheimen, omdat hij geen toegang heeft tot die ruimte. En als hij toegang zou hebben, zijn er camera's daar. Er speelt gewoon iets anders en dat is rancune. De bond bij de EBUS zijn assertief, kritisch, naar de directie toe. En we hebben gemerkt dat deze directeur problemen heeft, moeite heeft met de kritische houding van de vakbond. En dat hij de vakbond hierdoor monddood wil maken. Vandaar dat die meneer Hellings op ongrondige reden staande voet ontslag heeft gegeven. En zoals u gemerkt heeft, heeft dat geen stand gehouden bij de arbeidsinspectie. Volgens u is het dus een wraakactie geweest? Zeker, rancune. Er wordt ook aangegeven dat terwijl de stroomtarieven van Olijn en EBS worden verhoogd om subsidies af te schaffen, er een splinternieuwe Toyota Prado ter waarde van $100,000 wordt aangeschaft en een andere auto van $6,000 wordt gepimpt. Kort hierna werd dus de vakbondsvoorzitter ontslagen. Wat vindt de UFAF van deze stap door de directeur voor het bedrijf en voor de samenleving? Dat hij zichzelf een wagen heeft gekocht voor zichzelf, bedoel je dat? De minister van NA heeft gezegd dat de directeur recht heeft op een auto. Dus dat ligt geheel aan de regering, dat ze dat hebben toegestaan. Dat ligt niet aan de UFAF om te bepalen. Het zou heel goed zijn om te kijken naar de positie van het bedrijf en te wachten tot het beter gaat met het bedrijf, dat er een auto werd aangeschaft voor de directeur. We zijn als UFAF niet ertegen, maar terwijl je alvast een auto voor de directeur laat aanschaffen, hebben de medewerkers nog geen CAO getekend. En we weten hoe moeilijk het is voor iedereen in dit land. Dus het zou omgekeerd moeten gebeuren, dat kijk eens naar de medewerkers, sluit een goede CAO af met ze, en dan zou dat kunnen gebeuren. We zijn niet ertegen dat de directeur een dienstauto rijdt. Helemaal niet, maar hij heeft zichzelf nu gezegend met het kruis. En dat is onacceptabel voor de vakbeweging. Oké. En de heer Marciano Hellings had zich dus verontschuldigd voor zijn uitlatingen op Facebook. Maar de directeur van EBS, de heer Leo Brunswijk, had tijdens een persconferentie aangegeven dat sorry een woord is die hij niet kent. Wat vindt de UFAF van de opstelling van de directeur? Dat is de directeur groter dan God. God zelf vergeeft mensen. En als de directeur zo'n uitspraak doet, zegt dat wel veel van zichzelf. Weet je, zijn ego. Ik weet niet wat mag met mensen kan doen, maar dat zien we duidelijk in dit geval. Weet je, en ter verduidelijking, meneer Hellings heeft zijn verontschuldigen aangeboden. Niet omdat hij meneer Brunswijk heeft beledigd. Hij heeft duidelijk gezegd, als meneer Brunswijk zich beledigd voelt, zegt hij sorry, omdat de advocaat, de jurist van de EBS, hem heeft gevraagd dat te doen. Heeft hij gezegd, hij vindt niet dat hij meneer Brunswijk heeft beledigd. Maar als meneer Brunswijk zich beledigd voelt, zegt hij wel sorry. Hij is groot genoeg om dat te doen. Maar aan de andere kant merken we dat de ego van iemand speelt. Weet je, en dat
meneer Brunswijk gewoon niet met macht weet om te gaan? Er werd nadat een slagenactie gevoerd door de EBS-werknemers. En ze hebben geklaagd over de brutale en dictatoriale houding van de EBS-directeur. Ze zeggen dat hij niet communiceert. Hij beledigt en behandelt de medewerkers. Hij behandelt ze slecht. En ze zijn aan moe van hem. Dus ze willen een andere directeur hebben. Ziet de UFAF in deze verstoorde werkrelatie veranderingen komen of moet de directeur van EBS plaatsmaken? Natuurlijk, kijk, wij als UFAF willen altijd aan tafel zitten om middels dialoog zaken op te lossen. Weet je, de werknemers hebben aangegeven aan het bestuur dat ze het vertrouwen in de directie hebben opgezegd. Maar wij als UFAF zeggen we kunnen praten erover en dan komen we tot een overeenstemming komen. Om besluit te komen dat, kijk, we gaan op deze manier verder. We hebben voorgesteld, als die onderhandelingen worden gevoerd, laten er mensen, tenminste twee mensen van de RVC, erbij zitten. Omdat dit blijkt, wanneer er afspraken zijn gemaakt tussen de vakbond en de directie, dat de directie vaak en heel vaak terug is gekomen op wat er al was afgesproken. Dat is onkan in deze tijd. En de directeur had ook een zaak aanhangen gemaakt tegen de vakbond. En hij had deze gewonnen. En toen werd dus besloten dat voor elke dag dat de werknemers niet werken, dat ze een dwangsom moeten betalen. Wat vindt u van deze maatregel? Vindt u dat de medewerkers gehinderd worden om op te komen voor hun rechten? Kijk, niet dat ze gehinderd worden om op te komen voor de rechten, is een rechtsmiddel die de directie mag gebruiken. En de OAS heeft gehoor gegeven aan de uitspraak van de rechter. Wij als UFAF hebben wel een tendens gemerkt dat de regering of directies vaker dreigen om vakbonden te sliepen voor de groene tafel. Wij noemen dat juridische intimidatie. En wij hebben als UFAF gezet als de jongste vakcentrale, dan gaan we andere vakbondsmiddelen inzetten om toch ons doel te bereiken. Want wat er gebeurt, in dit geval is er een case aanhanger gemaakt dat luister, er wordt gestaakt. Die mensen moeten gaan werken. De rechter kijkt meestal niet naar het traject dat zich vooraf heeft afgespeeld. Hij kijkt op dat moment, de directie heeft dit gevraagd. Ik vraag de werknemers, jullie moeten gaan werken. Maar die werknemers hebben nog steeds pijn als ze aan het werk gaan. Want die problemen zijn niet opgelost. En daarvoor is de vakbeweging er. Om een oplossing te brengen, om te praten, om tot compromis te komen. Maar je moet die vakbondsrechten van die mensen niet beknotten. En wat men wil doen door de juridische intimidatie, om ons als vakbondsleiders monddood te maken. Maar dat gaan we niet doen. Dat was er vroeger in de slaventijd gebeurde dat. We leven nu in een moderne tijd en we gaan dat niet toestaan. Zouden de werknemers volgens u de boete moeten betalen? Zolang je de rechter uitspraak heeft gedaan. En als ik me goed kan herinneren, hebben ze één dag dus geen gehoor gegeven. En dan moeten ze daarvoor 5000 SRI betalen. Het is ook gebleken dat de heer Brunswijk geen ontslagvergunning bij de arbeidsinspectie heeft aangevraagd voor het ontslag van de heer Hellings. En ook de arbeidsinspectie heeft het ontslag beoordeeld en afgewezen. We hebben vernomen dat hij de medewerkers op basis van persoonlijke ervaringen ontslaat in plaats van de geldende collectieve overeenkomst. Vindt de UFAF ook dat de heer Hellings onterecht is ontslagen? Meneer Hellings is onterecht ontslagen. Meneer Brunswijk heeft zelf aangegeven in zijn persconferentie. Meneer Hellings is een modelmedewerker. En dan ontsla je een modelmedewerker omdat hij kritisch naar je toe is? Laten we eerlijk zijn. Hij heeft het zelf gezegd. Niet de UFAF heeft dat gezegd. De heer Leeuw Brunswijk heeft dat zelf gezegd. Heeft de heer Brunswijk volgens u misbruik gemaakt in deze? Helemaal. En dat doet hij nog steeds. Dat doet hij nog steeds. Hij vertrapt de vakbondsrechten. Ik kan aanhalen, hij heeft gisteren de OAS uitgenodigd om de CAO-besprekingen en te praten over de actuele zaken. De ALV heeft het bestuur opdracht gegeven. Dat gaan jullie luisteren, bestuur. En als het bestuur daar aankomt, dan zegt hij, wordt de toegang geweigerd voor de voorzitter van de bond. Het bestuur gaat toch niet zonder de voorzitter gaan. Weet je, dat is vertrappen van vakbondsrechten. Dat je gewoon wil bepalen met wie je wil samenwerken. Weet je, en dat, wat er nog gebeurt, laat me dit ook zeggen. Misschien weten jullie het niet. Er wordt eten gebracht voor de mensen die werken. Die mensen willen zelf kopen wat ze willen.
Je moet ze goed betalen. Dan kopen ze zelf wat ze willen. Mensen krijgen eten en drank, die mensen die werken. Dat doet de directie. Dat is toch tegen alles van wat er moet gebeuren met arbeiders. Dat kan je toch niet doen? Weet je, wil je zo mensen omkopen? Dat moet je niet doen. Je moet met het bestuur gaan zitten en met het bestuur gaan praten om uit die impasse te komen. En we roepen bij deze de regering ook op om haar verantwoordelijkheid te nemen. De minister van NH. En we zijn blij met de minister van Bibus. Nadat ik hem een bericht heb gestuurd, heeft hij ons een keer ontvangen. En we hadden ook voor gisteren een afspraak, maar die afspraak de president heeft gevraagd, heeft me geappt, dat hij andere inzichten heeft om dit traject anders op te lossen. En uit respect naar de president geven we hem wel de ruimte. We hebben de minister van Bibus gevraagd en heeft gezegd tot en met vrijdag. Laten we hem de ruimte geven tot en met vrijdag, zodat de president het kan oplossen. En wij zeggen, we willen aan tafel zitten om het op te lossen. Maar het ligt aan de regering. De minister van NH zegt, stroomvoorziening is gegarandeerd. Ze zien toch dat er dingen verkeerd gaan. Heeft u ooit een dag iemand van de Raad van Commissarissen gehoord om te zeggen dat, hé, dit gaat niet goed. De Raad van de Commissarissen houdt toezicht op de directeur. Ze hebben nooit een dag wat gezegd. Of laat me het anders zeggen, voorzichtig zeggen. Ze hebben de directeur nooit wat gezegd. Handelt de directeur zo? Is de directeur zo machtig? Dat niemand kan optreden tegen de directeur. Een heel kabinet. Omdat hij de broer is van de vicepresident, dat gaat bij ons niet in. Als vakbeweging gaan we dat niet tolereren. Als dit meneer Leo Brunswijk lukt om dit te doen, om de vakbeweging monddood te maken, zullen we zien wat met de andere vakbonden in Suriname zullen gebeuren. Wij gaan dat niet tolereren. Misschien als zij dat willen tolereren, kunnen ze hun mond houden en rustig blijven afwachten. Dan zullen ze zien wat er met werknemers in Suriname zal gebeuren. Wij gaan dat niet tolereren. We gaan dat niet toestaan als UFAF. Hartelijk bedankt, meneer McIntosh. Graag gedaan. In deze case was er volgens de UFAF dus sprake van machtsmisbruik. Heeft u vragen of opmerkingen, kunt u ons gerust een berichtje sturen op het nummer 8485816. Volg ons op Facebook, YouTube en TikTok en dan zie ik je de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Sranantori. Sranantori, snel, scherp, altijd bij de tijd.